Ik droomde toen ik heel klein was van boer worden, daarna van profvoetballer worden en het is allebei hopeloos mislukt. Dus ik moet nu naar de baan die ik wel heb. Oud-staatssecretaris van Justitie, Fred Teeven, is buschauffeur geworden. Ik heb het gehoord. Ja, dat is hartstikke goed, toch? Ik zou hem willen feliciteren. Ja, ook goed dat hij natuurlijk niet op zijn wachtgeld blijft teren. Ja, en goed dat hij enthousiast is over deze nieuwe functie. Hij wordt getraind, begrijp ik. Dus ik zie ernaar uit om hem op de bus te zien. Hij droomde er altijd al van. Waar droomde u vroeger van? Waar droomde ik van? Ik droomde er vroeger van dat ik in een... Ja, waar droomde ik eigenlijk van? Dat is wel een goeie. Waar ik ooit van droomde? Astronaut. Astronaut? Ja, gewoon ja, in zo'n mooi groot pak en dan naar de maan. Prachtig, ja. Gaat u dat ooit nog nastreven? Nou, ik denk niet dat het gaat lukken, maar ik vind buschauffeur trouwens ook wel heel erg mooi. Nou, niet echt dat ik zeg van ik wil later per se dit worden. Nee, ik heb het ooit heel mooi gevonden om in het onderwijs aan de slag te gaan als leraar. En dat heb ik ook gedaan. Ja, als kleine jongen droomde je toch van brandweerman of premier van Nederland? Nee, zelfs dat niet. Nee, nee. Ik wou altijd lerares Frans worden, maar dat is niet, dat kan misschien ook nog komen. Ik wilde vroeger kok worden. Ja. Kok? Ja, helaas is het toch iets anders geworden. Dierarts of journalist, zoals u? Ik droomde toen ik heel klein was van boer worden. Daarna van profvoetballer worden en het is allebei hopeloos mislukt. Dus ik moet nu naar de baan die ik wel heb.